ben meer cameraregisseur. Ik heb een man of 30 naast mij die mij helpt met de live registratie van TEDx. Ik geef leiding aan 6 kamermensen en een aantal technici. En daarnaast doet Lieke van Zutphen de regie van de talksets. Dus met al 30 mensen die allemaal bezig zijn om een live videostream mogelijk te maken. TEDx Amsterdam is een van de best bekeken livestreams van Nederland. De standaard ligt hoog, de norm ligt hoog en die willen we elk jaar verhogen. Dat betekent dat we met de beste mensen willen werken, een optimale inzet willen hebben en daar het maximale uit willen halen gedurende 11 uur. Het verschil is van nu met de andere dingen die ik doe, live tv, is dat je een hele dag repeteert en een uur live gaat of opneemt. Hier beginnen we en duren we 11 uur lang zijn we live. Dus we moeten heel erg opletten, anticiperen. Het is een wedstrijd en dat maakt dat iedereen scherp is, het optimaal eruit haalt. En dat is heel dynamisch en het vraagt veel creativiteit en inzet van iedereen, maar ook een enorme uitdaging. Wat belangrijk is van dit evenement is dat al het materiaal meteen online staat. Dus het wordt via de cloud, zeg maar, is het toegankelijk voor alle mensen, alle gebruikers binnen het hele evenement. Het wordt meteen gemonteerd door Remco, die het meteen online zet. Dus alle talks zijn ook meteen na de livestream al on-demand bereikbaar. Het kan eigenlijk alleen maar omdat we allemaal binnen een cloud werken, zodat iedereen toegang heeft tot hetzelfde bronmateriaal. Wij zitten hier bij TEDx met z'n allen aan een grote server, daar loopt alles op binnen. Ik krijg het direct binnen op mijn tijdlijn. Mijn collega Thomas die naast mij zit, maakt voor mij directe titels. Die kan ik met zijn After Effects projecten direct importeren in mijn tijdlijn. En ik loop ongeveer 2 minuten achter. En dan kan ik een export maken en kan het naar YouTube. Ik werk hier bij TEDx Amsterdam met Premiere, omdat het in deze workflow, in deze complexe situatie heel belangrijk is dat iedereen met elkaar kan samenwerken. Als één goed schakelt, heb ik de talk binnen een kwartier op YouTube. We doen alles natuurlijk live. Dat betekent dat we on the fly alles registreren. Dan gaat er wel eens iets mis. Stelt een camera onscherp is of iemand een correctie maakt of ik maak een fout. Gelukkig hebben we 2 streams ISO. Dus we hebben altijd 2 camera's geïsoleerd ten opzichte van de rest die we schakelen. Dat kan dan nog door Remco gecorrigeerd worden. Zodat uiteindelijk de talk toch nog helemaal brandschoon en netjes te zien is. Ik ben al 1 jaar of 20 video editor. En wat wij nu bij TEDx presteren was een aantal jaar geleden absoluut onmogelijk.